dagje verlof. Ik heb vrijdag vanmiddag voor een event, maar eerst even Hasselt. Ik moet mijn nieuwe identiteitskaart gaan halen. Maar het stadhuis is pas over een half uurtje open, dus ik ben even door de stad aan het lopen, aan het shoppen, brood gaan kopen. En ja, dan ga ik op weg naar het event. Okay, mijn mini shoppingtrip is geslaagd. Ik ben bij de Zara geweest. Ik heb een cadeautje voor de hubby gevonden, twee lekkere warme sjaals. Ik sta nu aan het stadhuis. Dat is trouwens het oude stadhuis. Hier worden nog de huwelijksceremonies gehouden. Daar zijn wij ook in getrouwd. Dus voor de rest is nog even wachten tot de deur open gaat. En dan ga ik aanschuiven om mijn nieuwe identiteitskaart te halen. Zo, ID-kaart in pocket. 20 man voor de deur aan het plakken natuurlijk, voordat die zou open gaan. Maar ik ben nog snel geholpen. Ik heb mijn kaart mee. Ik ga nu op weg naar de wagen. Ik ben snel aan het lopen, want mijn parkeerkaartje gaat verstrijken. En ik wil geen boete. Oké, en nu op naar de plaats van afspraak waar ik met Steffi naar Antwerpen ga vertrekken. We zijn er! Antwerpen. Ik kijk recht naar het mas. We zijn nu op weg naar Ottomot. We hebben afgesproken om een pizza te gaan eten en dan misschien een klein dessertje. Ja, Ottomot is super lekker. Ik kijk er al naar uit om daar terug te eten. Oké, hier is het. Ik denk niet dat we op het terras gaan zitten. Het is ietsje te koud. Binnen, lekker warm. Dat is weer super lekker bij Ottomot. Oh, geen dessertje gegeten, want ze kregen het echt niet meer op. Maar de pizza is top. Vleesje, iemand? Oké, 20 na 11. We zijn om 7:15 in Antwerpen vertrokken. Het is 20 na 11 en ik ben thuis. We hebben 3 uur lang in de file gestaan. En met gestaan bedoel ik geen meter vooruit, geen meter achteruit, geen meter naar links, geen meter naar rechts. Het is gewoon stilgestaan. Er was een accident gebeurd en ja, dat moest eerst allemaal opgelost worden. Dus wij zaten net op het verkeerde moment om de verkeerde plaats aan te schuiven. Pech, dikke pech. Dat was even in een domper. Ik had gedacht nog een rustige avond thuis te hebben, maar dat is dus niet doorgegaan. Wel 3 uur lange luchten gehad in de auto, zoals ze zeggen. Op het einde vielen we al 2,5 in coma, maar goed. We zijn er geraakt en goed, het is een lange dag. Morgen nog een dag werken en ik zie jullie dan. Het is een weekend, yay! Oh, nadat we gisteren zo lang in de file hebben gestaan, was ik deze morgen kei moe. Luckily, concealer saved the day. Dus goed, ik ga nu eten maken. Ik ben alleen thuis vanavond, dus ik ga weer voor mijn lui wijfschotel. Brood, avocado en gepocheerd ei. Dat is altijd lekker, altijd vullend en super gemakkelijk te maken. En dan ga ik in de zetel zitten, een beetje tv kijken. En dan hopelijk ook nog een beetje bloggen. Dus zo ziet mijn spannende vrijdagavond eruit. Goed, first things first. Onder het motto home is where the bra isn't. Ik
knipoog. Thuiskomen betekent voor mij loungewear aandoen, gemakkelijke kledij, ja, waarmee dat gewoon leuk vertoeven is. En dat er nog een beetje oké uitziet voor als er mensen aan de deur komen te staan. Dus ik heb hier een pyjamabroek en een t-shirt van de Hungemuller. En comfortabele sloefjes die mijn voetjes warm houden. En dit is mijn nieuwste aanwinst. Dit is zo een homeware stuk van de Rituals collectie. Die hebben super toffe homeware. Ik heb daar nogal dingen van gekocht een aantal jaar geleden. En hoe vaak dat ik dat ook was, dat blijft wel altijd ja, mooi van kwaliteit en mooi zitten. Dus dat vind ik wel altijd super tof. En dit ziet er gewoon heel erg mooi en een beetje stylish, maar toch vooral heel erg comfortabel en warm uit. Oké, tijd om een beetje te bloggen op vrijdagavond. Ik was er net in slaap gevallen op de zetel. Een dutje gedaan. Maar goed, ik ga toch nog proberen een blogpost online te zetten. Goedemorgen, zaterdag, weekend. Oh. En het is nog redelijk mooi weer buiten. We gaan straks weer op pad. Make-up look done. Ik heb nieuwe lipstick en lipgloss op. Het is de collectie van MAC samen met Ariana Grande. De tweede eigenlijk al voor Viva Glam. Het is niet zo neutraal als ik normaal zou dragen, maar ik vind het wel super mooi. Zeker de combinatie van de lipstick met de gloss maakt het wel ietsje draagbaarder. En MAC glossjes zijn misschien wel een beetje plakkerig, maar ze blijven absoluut goed zitten. Ik heb vandaag nog niet mijn adventkalenders geopend. Ik heb ervoor gewacht tot ik de camera vast had. Even kijken, het is vandaag 10 december. 10, 10, 10, 10, 10. Oké, bij Rituals staat de 10 hier helemaal van onder. Let's see, where is the door? Hier is een ingang. Deze heb ik nog nooit gezien. Soap Energy Bar met mandarijn en munt. Zal waarschijnlijk wel heel verfrissend zijn met die munt erin. Hier bij de Body Shop, nummertje 10. Be mistletoe ready with the perfect pout. Oeh, dat zal iets voor de lippen zijn. Yes! Strawberry lip butter. Door de jaren heen zijn die lip butters wel eens regelmatig van verpakking veranderd. Maar eigenlijk zijn ze altijd wel een vaste waarde in de collectie. In allerlei geurtjes en kleurtjes. Ja! Oké, en bij L'Occitane. Last but not least. Oeh, een handcrème. Oh, nee, ik was mis. Het is geen handcrème, het is een gezichtscrème. Een rijke dagcrème. Ook met karitéboter. Ideaal voor het koudere weer of voor de hele droge, gevoelige huidjes, denk ik. Oké, tot nu toe vind ik de adventkalenders heel erg leuk. Het is super tof om elke dag een klein cadeautje te openen. En het zijn altijd wel verschillende dingetjes, dus je kan alles proberen, uitproberen van het merk. Yeah! We zijn in Antwerpen geraakt. Het is vrij druk. Iedereen gaat kerstshoppen. Maar wij gaan eerst eten. Het is 12:30 ongeveer. Ik heb super veel honger. En we hebben beslist dat we terug naar Biamara gaan. Die fish and chips zaak met verse vis. Dat is super lekker vorige keer. Dus ik heb keiveel zin in. Aan parfum aangebracht. Ze hebben er nu een hele mooie grote John Lum counter. En ze hebben ook de wintercollectie van Tom Ford, de limited edition. Maar goed nieuws, vanaf februari ongeveer, volgend jaar, gaan ze de volledige vaste collectie hebben, kosten en al. Dat gaat slecht zijn voor mijn verslaving.
was weer super lekker. Maar wel veel, we hebben niet alles opgekregen. Boy, oh boy. Mijn buikje volledig rondgegeten. Super lekker. Goedemiddag. Deze voormiddag thuis vooral huishouden gedaan. Ook heel wat blogfoto's getrokken. En nu zijn we een beetje onverwacht terug op pad. Normaal gezien gingen we de deur niet uit. Maar er is zondagopening hier in Hasselt. En een vriendin van mij sms'te of dat we geen koffietje wilden gaan drinken. Dus het is een spontane koffiedate. En we hebben een chance gehad met onze parking. Nog net een gratis plaatsje gevonden. Op weg naar koffiecafé. Als we evenveel geluk hebben bij koffiecafé, dan vinden we ook daar een tafeltje. Dus dat zou super tof zijn.